De Bitcoin zakt onder de $30.000. Ja, de Bitcoin is gedaald met zo'n 10% de afgelopen 24 uur tot onder de $30.000. Dat heeft alles te maken met China die vol de aanval inzet op de cryptomunt. Ik ga er zo meteen meer over vertellen, maar eerst wil ik even zeggen dat als je het laatste nieuws wil horen over crypto, de beurs of over de economie, abonneer je dan op mijn YouTube kanaal Boel, Bear & Bas. Druk op de bel, dan krijg je een update zodra de nieuwe vlog online staat. Dus wat is er aan de hand in China? Nou, China die is massaal overgegaan tot het sluiten van miners in verschillende Chinese provincies. Nou, dat zorgt ervoor dat die miners niet meer aangesloten zijn op dat Bitcoin-netwerk. En die kunnen dus minder verwerkingskracht toevoegen. En dat zorgt ervoor dat de rekenkracht van het netwerk, de hashrate, dat die daalt. Kijk maar even op de volgende grafiek. Een forse daling dus van die hashrate. De Bitcoin-advocaat Thomas Paas die zegt dat het is natuurlijk slecht nieuws voor die miners. Maar dit is eigenlijk goed nieuws, zegt hij, voor Bitcoin. Want normaal gesproken waren beleggers toch een beetje bang dat als er een event zou zijn waardoor er veel minder miners aan dat systeem zouden zitten en dus die hashrate zou dalen, dan waren ze bang dat het Bitcoin-netwerk instabiel zou worden. Maar dat zien we eigenlijk niet. We zien eigenlijk dat er geen congestie is en dat de transacties eigenlijk gewoon soepel verlopen. Dus Thomas Paas zegt dat is eigenlijk positief. Er is verder meer positief nieuws, want hij zegt doordat die miners nu weggaan uit China, kan Bitcoin ook milieuvriendelijker worden. Het punt in China is namelijk dat ze de energie daar vooral opwekken met steenkolen. Dat is buitengewoon vervuilend en dat is ook de reden waarom Tesla eerder zei dat het geen bitcoins wil accepteren als betaalmiddel voor zijn auto's. Ja. Nou, Spaas die denkt dat ongeveer de helft nu naar de VS zal trekken en hij verwacht dat ze daar milieuvriendelijker kunnen gaan minen. En dat is dus positief voor de bitcoin die dus behoorlijk wat kritiek krijgt om dat milieuargument. Daarnaast was het volgens Paas ook niet echt handig dat een decentrale munt, dat die miners daarvan enorm geconcentreerd zaten. En dan ook nog eens in een land als China. Dus hij noemt dat ook positief dat dat nu minder wordt. Nou, over de prijs zegt Paas dat die bitcoin wel eens terug zou kunnen vallen naar $20.000. Dat heeft hij overigens ook al eerder gezegd. Ook andere technische analisten die ik zie in de markt, die denken dat als de bitcoin echt beneden die 30.000 blijft, dat dan een boel traders, momentum traders, de handdoek in de ring gooien en dat die terug kan naar $20.000 of zelfs lager. Oké, dit was hem weer. Vind je de video interessant of leuk? Vergeet hem dan niet te liken en te delen. En dan zeg ik weer, doei!